Het is weer eens wat anders dan colleges volgen in de schoolbanken. Twee groepen studenten van het AOC Oost hebben vanaf vandaag aan de Havenstraatpassage hun eigen pop-up stores. De opening van de pop-up stores is een project van de opleiding Design en Styling van het AOC Oost. We gaan een pop-up stall openen. We verkopen interieurartikelen en accessoires, dus van grotere meubels, tafels, stoelen, tot vaasjes, kleine decomaterialen. Ja, eigenlijk van alles. Het is een opdracht van school. Nou, dit is een tijdelijke winkel en daarbij komt alles kijken van ondernemen tot het verkopen van producten. In elk huisje komt één stijl. We hebben Color Explosion, dat is met heel veel kleuren. Industrial Vibes, dat is een beetje verweerde oude, dat industriële. We hebben Let's Dip It, en dat is met allerlei gedipte materialen. En als laatste Back to Nature. Back to Nature is, ja, gaat terug naar de natuur, veel natuurlijke kleuren, hout, van alles. Ja, we eten binnenste buiten, dus we willen buiten willen we een beetje naar binnen halen. We hebben dat gecreëerd een beetje door beleving, weet je, de trends van nu. Beleving, dat zegt al heel veel. Dus we hebben een kruidenwand dat mensen hun eigen kruiden kunnen knippen. Je kunt er thee van maken, dan kunnen ze hier een kopje thee drinken van hun eigen geknipte kruiden. En we hebben een broodje, ook een stukje beleving dat je iets proeft. En we hebben heel erg gekeken naar de trends van nu. Dus wat ik al zei, beleving. En daarom een beetje op doorgeborduurd en toen kwam dit eruit. De winkels blijven voor 2 weken geopend. Daarna staan de winkelpanden weer leeg.